Op donderdagmorgen zagen twee wandelaars in Bunschoten dat een vogel vast zat in een boom. De vogel zat met visdraad vast in de boom. Een brandweerman is met behulp van een ladder naar boven gegaan. Hij heeft daar een tak afgebroken. Een andere brandweerman heeft de tak aangepakt en de vogel losgemaakt. De vogel is meegenomen door de dierenambulance en zal gebracht worden naar de vogelopvang.